Ik wil eerst even iets doen met jullie naar Oostenrijk, want het zit er dik in dat de Oostenrijkse kanselier vandaag een ongekende lockdown afkondigt in een aantal regio's, namelijk een lockdown voor alleen ongevaccineerden. Die moeten werken, naar de dokter, boodschappen, ommetje doen. Oostenrijkse toestanden. Meneer Bruls, gaan we die hier ook krijgen, denkt u? Nou, je mag hopen van niet, want ik vind het wel ontzettend ver gaan wat daar gebeurt. Maar aan de andere kant, als we niet in staat zijn om fatsoenlijk afstand te houden, ons in de regels te houden, waardoor het virus maar ongebreideld kan doorgaan. Nou, je ziet wat er vrijdag gebeurt. 2 weken geleden hadden we er niet kunnen denken en nu zitten we toch weer een lockdown-achtige maatregelen. Dus het zou kunnen dat we dit in Nederland ook krijgen? Nou ja, ik mag hopen van niet, want ik zelf denk dat als je echt zo scherp het onderscheid gaat maken tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, dat de discussies waar we nu al deelgenomen zijn nog veel heftiger en ook echt heel erg. Maar als het moet, hè, ik vind ook niet dat je weg moet lopen voor een discussie omdat die onaangenaam wordt, dan moet je natuurlijk wel de maatregelen nemen. Kijk, wij hebben tegen het kabinet vanuit de veiligheidsregio gezegd over bijvoorbeeld dat 2G-beleid. Bij ons wordt er ook heel wisselend over gedacht. Hè. Mensen zijn er voor, mensen zijn er tegen. Maar over 1-2G-beleid en al die keuzes die we steeds overlaten aan de samenleving, die geven veel meer verwarring, discussie en daardoor moeite bij het uitvoeren van die maatregelen. Nou, daar kom ik zeker nog op terug. Daar kom ik zeker nog op terug zometeen op die 2G. Maar ik wilde even aan mevrouw Pen vragen. Het hoofd van de intensive care in het Maastricht UMC zei deze week: dichter dan dit zijn wij bij code zwart in de ziekenhuizen niet geweest. Zo ernstig was het in Limburg. Kunt u zich dan zo'n Oostenrijkse maatregel, dus een lokale lockdown voor niet gevaccineerden, voor te stellen, maar het is wel onwenselijk om het zo rigoureus te doen en zeker om dat meteen te doen. Aan de andere kant begin ik wel een beetje ongerust te worden, steeds meer eigenlijk, over het feit dat een kleine minderheid van de samenleving bepaald moet leven. En natuurlijk is het zo, iedereen mag zijn eigen mening hebben als het over die vaccinaties gaat, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Alle respect voor ieders mening. Maar als het zo is dat je bijvoorbeeld, om het maar concreet te maken, een evenement zou kunnen hebben voor gevaccineerden of mensen die de ziekte hebben doorgemaakt, die kunnen dan wel vanaf 6 uur, want dat mag nu niet, hè? Mm-hmm. Maar vanaf wel. Dan snap ik niet waarom het logisch is dat je zegt, nou liever iedereen niet naar dat feestje. Wel. En die lokale component waar we het dan hebben, dat je bijvoorbeeld zegt voor de regio Limburg, jongens, daar gaan we dit nu even een aantal weken doen. Dat is nu helemaal niet aan de orde. We hebben wel vorige week als burgemeesters van Limburg een brief geschreven naar het kabinet van geef ons, als het OMT niet komt met maatregelen, Limburgse paragraaf, want bij ons is het probleem heel erg groot en de besmettingen zijn altijd in Limburg relatief hoog. En soms moet je lokaal iets kunnen doen. Alleen waar burgemeesters mee worstelen, en worstelden ook vorige week, is ja, maar wat dan? Daar hebben we echt experts voor nodig. Oké.